Het is niet zomaar iemand die we hebben gevraagd om te komen. De allerbelangrijkste non-fictieschrijver van mijn generatie. Misschien al van de afgelopen 10 jaar zelfs. Rutger Bregman. Hallo. Wat goed jullie zien, jongens. Voel je bezwaard als ik je die titel geef? Het is toch zo? Nou, het is een beetje overdreven, denk ik. Het heeft wel iets losgemaakt, toch? Ja, ja. Nou, het raakt in ieder geval iets. Dus mensen die het boek slecht vinden, die zouden in ieder geval nog moeten nadenken van wat raakt het dan? Waarom willen mensen dit nu horen? Heb je ook al een antwoord op geformuleerd? Waarom willen mensen dit horen? Nou ja, misschien is er toch echt een verlangen weer naar een beetje vertrouwen in elkaar. Dat we na jaren van wantrouwen en cynisme behoefte hebben aan een ander geluid. Ja. Jij schreef dat boek voordat we in een pandemie zaten, ruim ervoor zelfs. Denk je dat de boodschap overeind blijft? Want het is niet per se een tijd waarin de mooiste dingen van mensen naar boven komen. Laat ik het zo formuleren. Nou ja, je moet altijd een beetje uitkijken met zoiets zien en dan meteen denken, oh, het bevestigt mijn theorie, weet je wel. Iedereen heeft die neiging. Maar over het algemeen denk ik wel dat de meeste mensen hebben toch wel hun best gedaan, toch? Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Ik ben eigenlijk net ook best onder de indruk van hoe ver de meeste mensen willen gaan. Ja. In hun leven op de kop zetten. Ik vind juist dat je heel erg positief blijft over alles. Dat is denk ik best bijzonder voor iemand die dit soort onderwerpen beschrijft. Dus hoe lukt het je om zo positief te blijven? Het is ook wel een beetje een plicht, toch? Ik bedoel, als je oud bent, dan heb je misschien het privilege om een beetje cynisch te zijn. Want dan maakt het misschien niet zoveel uit. Ja. Maar we staan nou eenmaal voor enorme uitdagingen in deze tijd. Of het nou over klimaatverandering gaat of zo'n pandemie. Ja. Ik vind hoop ook een beetje een plicht. Gaan we het straks over hebben. Jouw leesclub bestaat uit Maarten van Rossum en Sterre Koning. Wat verwacht je ervan? Ja, er is super veel zin in. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Zoals u weet bespreken we iedere avond met onze leesclub een boek. Vandaag De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Ja, eigenlijk kent iedereen jouw boek in Nederland, hè? Ja, ik mag niet klagen. Nee, hè? We gaan bespreken met Maarten van Rossum, historicus, Amerika-kenner. Ja, allround fenomeen eigenlijk ook, hè? Jury bij De Slimste Mens. Ja. Met je broer en zus op pad. Wat doe je eigenlijk niet, Maarten? Geen idee. Ik doe niet aan klassiek ballet. Nee. Ik ben toch voornamelijk bejaarden. Ik schrik al van jullie muziek. Ja. Die als een soort van tsunami mij tegemoet waait. Gelukkig hebben we ook Sterre Koning. Sterre Koning is vlogger. Je zingt, je presenteert. Ja, wat doe jij eigenlijk niet? Je doet ook alles. Ook geen klassiek ballet. Geen klassiek ballet. Nou goed, we zijn hier voor iets anders. Jullie hebben het boek gelezen van Rutger. Maarten, ik wil de eerste vraag aan jou stellen. De titel, De meeste mensen deugen. Ja, dacht ik direct. Zal ik de uitgever bellen met een sympathiek aanbod dat ik een tweede deel schrijf, De meeste mensen deugen niet. Oh. Want daar zijn nogal wat argumenten voor. Die overigens deels hetzelfde zijn als de argumenten voor deze titel. Mm-hmm. Dus ik dacht, is dat niet aardig? Maar in zekere zin, als je het leest, blijkt dat tweede deel er wel in te zitten, maar op een hele complexe en enigszins paradoxale manier. Begrijp je wat hij zegt? Ja. Op welke manier dan? Wat bedoelt hij? Nou, kijk, als mensen het boek interpreteren als van de meeste mensen deugen, dus de meeste mensen zijn goed, van nature goed. Ja, dat geloof ik niet. Mm-hmm. Ik bedoel, mensen zijn niet goed van nature. We kunnen jaloers zijn, arrogant en we zijn soms tot de meest verschrikkelijke dingen in staat. Je zou zelfs kunnen betogen dat we de bruutste, vreedste diersoort in het dierenrijk zijn. Dus het zit een beetje in de vraag van wat bedoelen we precies met deugen? Wanneer deug je en hoe verhoudt zich dat tot een goed mens zijn? Sterre, je hebt het ook gelezen. Mm-hmm. Wat viel jou op? Je bent natuurlijk van een heel andere generatie, moet ik erbij zeggen, voor de mensen die het niet meteen zien. Hij had mijn opa kunnen zijn. Ja. Dat is ruimschoots, overgrootvader. Wat viel jou op, Sterre? Ik dacht eigenlijk meteen wel van, lekker positief. De meeste mensen deugen. Daar heb ik wel zin in. Er zaten ook wat negatievere stukken in. Noem eens wat, een negatief stuk? Een negatief stuk. Over dat... schokonderzoek. Oh, met het onderzoek van Stanley Milgram met de schokmachine. Ja. Ja, dat gewone mensen in staat blijken te zijn om echt dodelijke elektrische schokken te geven aan voorkomen. Ja, dat onderzoek heb ik op school te zien gekregen. En toen werd mij voornamelijk verteld van zo slecht zijn mensen dus eigenlijk. Ja. En hij heeft dat onderzoek helemaal ontkracht. Ja. En dat was wel heel prettig om te lezen. Hmm. Oké, dat vond je prettig. Ja, dat vond ik heel prettig om te lezen. Want ik vond het niet zo'n fijne gedachte dat als ik achter zo'n schokmachine zou zitten, dat ik dat ook zou kunnen doen. Ja, wat weet je nu dat je voor het lezen nog niet wist? Ja, ik stond sowieso altijd wel aardig positief in het leven. Dus ik probeerde altijd wel van het goede uit te gaan bij mensen. Mm-hmm. En ik denk hetgene wat mij het meest verbaasde was
hoe legers in elkaar zaten. En dat die bleven vechten omdat ze gewoon bij hun kameraden wouden blijven. En dat, ze, dat was denk ik hetgene waarvan ik dacht, jeetje. Dat. Maarten, er was geen verrassing voor jou, denk ik, hè? Dat is het probleem van Rutger in dat boek. Dat hij natuurlijk uit moet leggen waarom mensen me cadeaus schieten. Dat blijkt in de praktijk, blijkt een heleboel soldaten helemaal niet te schieten. En dan tenslotte zetten, ja, die Duitsers die schoten wel veel. Maar dat idee dat vanwege de onderlinge kameraadschap. Mm-hmm. Waar deels al wat in zit. Er is veel geschreven over oorlogvoering en dat speelt wel een zekere rol. Maar als je natuurlijk kijkt naar het optreden van de Duitse Weermacht aan het Oostfront, waarbij de Weermacht zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden die niets te maken hebben met vechten en gewoon met het doodschieten van de Joodse dorpelingen in de Oekraïne, bij wijze van spreken. Ja. Dan denk je, ja, dit wringt toch in allerlei opzichten natuurlijk. En dat is vaak het geval. En hij worstelt eigenlijk het hele boek door met de paradox dat mensen deugen, dat komt omdat ze lid zijn van een bepaalde groep en daarbinnen solidariteit en tolerantie vertonen. Waarom heb je Maarten eigenlijk niet voordat je dat boek publiceerde alvast gevraagd wat hij ervan. Ja, omdat hij dan dit zou krijgen natuurlijk. Ja, wat denk jij dan? Dat heeft hij ooit gedaan, maar toen heeft hij niet goed geluisterd. Ik heb nog les gehad van Maarten als student. Zie je? Ja. Het heeft niet echt op wacht. Ik moet dit even afmaken. Tuurlijk, ja, maak het af. Ja. Want de paradox van het boek is dat mensen deugen heeft te maken met precies dezelfde oorzaak dat ze niet deugen. Ja. En dat komt dat wij zijn kuddedieren. Wij identificeren ons met een groep. Ja. Dat blijkt heel leuk onderzoek. Overigens, dat vond ik wel onrustbarend in dat hele boek. Al die klote experimenten met die kinderen die niks gevraagd wordt. Dat is toch gek eigenlijk dat gebeurt. Maar goed, dit dus aan. Ja. Maar dat als je toevallig niet tot de groep behoort, nee, jij moet ervan mee kunnen praten. Mm-hmm. En je ziet er ietsje anders uit. Je hebt een iets andere oorsprong. Oh wee, dan ben je de klos. Maarten, dat is de andere kant. Met je permissie wil ik toch even een ander onderwerp aansnijden. Gaat je ook aanspreken. Jij hebt een, laten we zeggen, christelijke identiteit gehad ooit. Jij bent gelovig, hè? Ja, ik ben christelijk. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Dat ik bid en ja, dat ik geloof. Ga je ook nog naar de kerk? Ik ga naar de kerk als het kan. Daar wordt ook wat over geschreven in het boek. Hoe heb jij dat ervaren toen je dat las? Jouw vader die is. Mijn vader is dominee. Dominee, ja. Dus dat vond ik ook wel grappig. Dat las ik pas achteraf. Mm-hmm. Maar ja, er stonden ook regels in als God was hier niet meer nodig. Bijvoorbeeld in Nederland en in België en zo, omdat wij het hier heel goed hebben. Ja. God is werkeloos gevonden hier. Ja. Dat zijn voor mij natuurlijk nog wel eens dingetjes om te lezen dat je denkt, oh. Maar bedoel je dat het pijnlijk is voor jou ook als je dat leest? Ja, wel een beetje. Omdat het natuurlijk iemand is waarvan jij gelooft dat hij jou gemaakt heeft. Mm-hmm. En die je dus nooit als werkeloos zou zien. Heb je dat schuurt. Een groot deel van het boek gaat natuurlijk over de vraag van wat maakt mensen nou uiteindelijk uniek? Mm-hmm. Waarom hebben wij de wereld veroverd? Waarom, ja. Bouwen we kathedralen en ja, doen we al die bijzondere dingen. En lange tijd gaven we het antwoord, ja, omdat wij dus kroon op de schepping zijn. Omdat wij zo geschapen zijn. En ik denk dat dat onjuist is. Ik denk dat het ergens anders zit. In onze evolutie is er uiteindelijk een soort van superkracht naar voren gekomen. Dat is onze poging om te verbinden met elkaar. Je zou het zelfs soort van, in het Engels zeggen ze dan survival of the friendliest. Wij kunnen gewoon samenwerken op een schaal zoals andere soorten dat niet kunnen. En dat verklaart het. Er zit niet de hoop in van achteraf komt het goed in het hiernamaals. Ja. Maar er zit wel een andere hoop in van we zijn hier niet alleen, we hebben elkaar. Nee, maar ja, goed, als ik nu kijk wat er allemaal gebeurt, is niet per se een geruststelling dat we elkaar hebben. Met alle, kijk, dan zijn er misschien niet religieuze strijden, maar als je kijkt naar alle ideologische tegenstellingen en weet ik veel wat, dat is niet bepaald hoopgevend, toch? Nee, en volgens mij ontken ik dat ook helemaal niet. Nee. Ik zou er alleen op willen wijzen dat er manieren zijn om dat te overbruggen. Sterre, tot slot, jij bent een influencer ook. Ja, social media. Dat vind ik een vreselijk woord. Ja, ik ook. Sterre, je bent een denker van je generatie. Zou je dit boek aanraden aan alle 16, 17, 18-jarigen die jou volgen? Ja, ik heb een vriendin die doet social work bijvoorbeeld. Die krijgt het echt als huiswerk. Op school zelfs. Ja. Dus het is ook al doorgecijpeld in die generatie. Dank jullie wel. Denk je dat jouw volgers dit boek leuk gaan vinden? Denk je dat er mensen zijn die misschien over een drempel getrokken moeten worden? En het dan opeens gaan dat waarderen. Denk ik zeker, als ze dit zien. Dit is bijna twee boeken dik. Ja. Ik ben zeg maar drie jaar geleden begonnen. En ik hoop dat ik hem over drie jaar ook heb. Blaadjes erin. Ja, het is wel ruim opgezet. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor dit gesprek. Stefano, ga je mee?